we het niet terugvinden, blijven we klein. Mijn kleren worden gigantisch. Die gaan niet meer passen. Oké, dit is het plan. We lokken de 9 kleine gekloonde Peaches terug naar het Fab Lab. We laten ze onder de driedubbelaar zitten. We maken een paar kleine aanpassingen. En halen dan gewoon de hendel over en lanceren ze omhoog de driedubbelaar in. En dan veranderen we de 9 puppies terug in de enige echte Peaches. Klinkt goed, toch? Ja! Woe! We moeten waarschijnlijk wel eerst de honden halen. Kom dan, Peaches! Kom hier, Peaches! Kom hier, Peaches! Peaches! Oh, breng dat pocketmedaillon terug. Alsjeblieft, breng het terug. Kom dan, meisje. Kom, kom hier, hier, Peaches. Dit wordt moeilijker dan we dachten. We moeten al die 9 gekloonde schatjes terugbrengen naar het Fab Lab. Ik denk dat we een oplossing moeten bedenken. Geluiden en frequenties geprogrammeerd die honden leuk vinden, wetenschappelijk bewezen. Oh, te gek! Zet maar aan. Daar gaan we dan! Ha, dat klinkt interessant. Het klinkt wetenschappelijk. Kennelijk werkt dit alleen maar voor eekhoorns. Oké dan. Terug naar de tekentafel. Oké, deze gaat echt werken. Ik noem hem de Snuffert. Hij gebruikt de luchtstroom om de geur van Peaches lievelingskoekjes te verspreiden en haar hier weer terug te lokken. Hondenkoekjes. Die komt zo weer aangerend. Echt waar? Hoe ruiken ze? Kom op, wetenschap. Werk nou mee. Fouten maken hoort bij het proces. Ik haat dit deel van het proces. Hadden we nou maar een onweerstaanbaar middel om Peaches terug te lokken? Tja, we hebben alles geprobeerd. Niet alles. Zijn jullie klaar? Zet hem op! En deze is van mij. Ik ben zo blij dat onze enige echte Peaches helemaal oké is. Ik denk dat we de driedubbelaar voorlopig maar niet moeten gebruiken. Hij maakt nogal een rommeltje. En de Blaffert. Die werkt kennelijk alleen voor eekhoorns. Ik denk dat we wel weer wat Peaches kunnen gebruiken.
Beentjes, laat nou los. Geef nou hier. Laila, heb je al iets gevonden om het kloonveld mee te testen? Bijna. Beentjes, kom op. Ik wil het maar heel even lenen. Helemaal klaar. Kun je de code uploaden, Shani? Nog één knopje. Foutje! Nog 16 knopjes. Opgelet, FabLab. Het kloonveld staat nu aan. Kom op, Pietjes. Je speeltje is nodig voor de wetenschap. Al? Wil er iemand misschien spelen? Alice! Kloonveld. Oeh, de verdriedubbelaar. Gewoon omdat het verdriedubbelt. Dit is een van de beste uitvindingen van het FabLab. Alle gadgets maal 3. 3 maal computervermogen. 3 maal mode. 3 maal snacks uit de mini-koelkast. Ongelooflijk dat het werkt. Dit gaat zo leuk worden. Sorry, meiden. Hier, Peaches. Dat had ik je beloofd. En 2 extra speeltjes, omdat je zo geduldig was. Huh? Oh, je vindt ze leuk, hè? Ja, toch, schatje? We moeten meer verdriedubbelen. Wat zou er gebeuren als we gekloonde appels eten? Er is maar 1 manier om daarachter te komen. Kom mee! Go big! Ik wil graag eerst... Echt niet? Ik heb de naam verzonnen. Makkelijk afstemmen. Peaches? Heeft dit denk je iets te maken met de verdriedubbelaar? Wat kan het anders zijn, Laila? Misschien heeft Peaches eindelijk haar tweelinghond gevonden en daarna haar drielinghond of zo? Laila? Dit is serieus. We moeten dit oplossen. We kunnen niet zomaar blijven spelen. Spelen? Jullie blijven hier in het FabLab en zoeken uit hoe we van de 3 Peaches er weer 1 kunnen maken. Go big! Kom hier, Peaches. Peachesen. Alle puppies genaamd Peaches hier komen. Oh, er zijn in ieder geval genoeg puppies. Kom hier, kleine boefjes. Nou goed, dit is misschien een wetenschappelijk noodgeval, maar jullie zijn zo schattig. Oh. Ik heb ze alle 3. Is het nog gelukt met de 3-dubbelaar? Ja! We hebben het gevonden. We zetten de 3 Peaches gewoon hier. We halen deze hendel over. Eureka! 3 klonen zijn weer 1. Ja! Heeft iemand de 3 Peaches gezien? We hebben meer brokjes nodig. 9 Peaches? Hoe gaan we dit klaarspelen? Oh, nee. Spelen? Oh, nee. Mijn pocketmedaillon. Die hebben we nodig om groot te worden. Zeg nou niet
niet steeds het S-P-E-E-L woord. Je blijft voor altijd onze grootste fan. En ze blijft onze enige fan als we de dans niet onder de knie krijgen voor de talentenjacht. Het lijkt ook een beetje uit balans. Ik weet het! We hebben een vierde danser nodig. Hoe gaan we dat doen dan? Maken we een robot-backup danser? Tuurlijk niet. Doe niet zo gek, joh. Maar misschien wel een levende, organische, transformerende blob. Een levende blob? Zullen we de choreografie aanpassen? Ik weet het niet, hoor. Dit past gewoon meer bij ons. Goed punt. Ik doe mee. We gaan dit danstrio veranderen in een complete dansgroep. Daar gaan we dan! Dat is onbeleefd. Volgens mij vindt hij het wel leuk. Vind je Blobby leuk, Blobby? Oké, dan wordt het Blobby. Hoi, Blobby. Hi, ik ben Polly. Een nieuwe beste vriend. Kom op, Blobby. We moeten een dans instuderen. Oké, laten we snel gaan repeteren. We hebben maar, een uur tot de talentenjacht. Tot de talentenjacht. Wow, Blobby kan praten. Blobby kan praten. Nou, Blobby kan vooral herhalen. Hi, ik ben Polly. Hi, ik ben Polly. Een tweeling. Hey, ziet er goed uit, Blobby. Ziet er goed uit. Dit is perfect voor de dansroutine. We kunnen een Polly aan elke kant zetten voor het eindstukje. Symmetrie. Dat wordt zo gaaf. Vanaf het begin. Kijk, Blobby. Ik laat je de choreografie voor het eindstukje zien. Je doet eerst dit. En dan draaien. Auw, wat stom zeg. Precies op mijn billen. Gaat het wel, Polly? Ja, het was wel een beetje gênant. Hi, ik ben Polly. Auw, wat stom zeg. Precies op mijn billen. Ziet er goed uit. Wat zei je nou? Je billen? Ik weet niet eens waarom. Ik zie nu pas hoe grappig dat was en zo gênant. Nou, gelukkig zal niemand buiten deze ruimte het ooit zien. Hi, ik ben Polly. Oh, hey Polly. Nee! Auw, wat stom zeg. Precies op mijn billen. Ziet er goed uit. Nee. Ben je je nieuwe slogan aan het oefenen? Ik zou er nog wel een beetje aan blijven werken. Waar ga je heen? De talentenjacht. Oh, daar ga ik ook heen. Ik ben de stage manager van de show. Kennelijk komt de hele school kijken. Wil je meelopen? Ziet er goed uit. Laten we gaan. Nee! Stop die blob! Het is bijna jouw beurt, Polly. Waar zijn Shani en Layla? En wat ga je doen? Ik ben Polly. Wat stom zeg, precies op mijn billen. Ziet er goed uit. Tja, het is wel anders. Dat moet ik toegeven. Blobby, daar ben je. We zijn net op tijd. Dat scheelde niet veel. Echt wel? Weet je hoe gênant het was geweest als Blobby dat voor de hele school had gedaan? Kom op, Blobby. We hebben nog genoeg tijd om je de choreografie aan te leren. Layla, ik ben Blobby niet. Ik ben de echte Polly. Oh, maar wie... Let er dan op Blobby. De talentenjacht. Nee. Stop die blob. Kijk uit! Oh nee. Hi, ik ben Polly. Nee. Au, wat stom zeg.
precies op mijn billen. Ziet er goed uit. Nee! Het wordt steeds gênanter elke keer als ik er naar kijk. Arme Polly, we vinden het echt vreselijk voor je. Zelfs Blobby vindt het verschrikkelijk. Bedankt, maar voorlopig zal de hele school me wel blijven uitlachen. We kunnen het niet ongedaan maken, maar wat wel, een tijdmachine maken? Natuurlijk niet, doe niet zo gek. Maar wat dachten jullie van? Een tijdritser! Dat is eigenlijk best een goede naam. Hoe werkt die? Het is de manier om Blobby's gênante acties ongedaan te maken. De tijdritser opent een tijdelijke poort naar het verleden, zodat ik mijn vroegere ik kan waarschuwen voordat Blobby naar buiten loopt. Het is een tijdmachine. Meiden, we hebben iets van stroom nodig. Het wordt wel krap, Polly. Als je naar het verleden ritst, heb je maar 10 seconden voordat Blobby het toneel oploopt. Dat is meer dan genoeg. Laten we het doen! Daar gaan we dan! Blobby, daar ben je! We zijn net op tijd! Hé, hey, verleden Polly! Ga nu Blobby halen! Wat is dat? Helemaal zoals gehoopt. Shani, kunnen we de tijdritser iets vroeger instellen? Wacht even, ik ga even. Sorry, Polly. De tijdritser is kwantum vergrendeld. Je hebt nog steeds maar die 10 seconden om Blobby te stoppen. Dan moeten we dus een oplossing verzinnen. Oké, de lasso ligt klaar. Laila, we gaan Blobby vangen. Als ze Blobby niet kunnen zien, kunnen ze ook niet om Blobby lachen. Zet het licht maar uit, Shani. Hey, wie heeft het licht uitgedaan? Spotlight standby. Hoi, ik ben Polly. Oh, kom op. Dit werkt niet. Wat we ook proberen, Blobby eindigt op het toneel en ik word een gif. We moeten het blijven proberen. Konden we dat vallen en weer opstaan gedeelte maar skippen? Wacht even, ik weet het. We moeten dit gedeelte skippen. Meiden, wat nou als ik naar de toekomst rits om mijn toekomstige ik te vragen hoe we Blobby kunnen stoppen? Shani, is er een manier om vooruit te reizen in de tijd? Eens kijken. Gelukt! Ik heb de tijdritser gekwantumsplitst om nog 1 keer te kunnen ritsen naar de toekomst. 2 weken vanaf nu. Het is onze enige kans. Geweldig! Het moet werken. Zet maar aan. Kom ik ongelegen? Nee, we hadden je al verwacht. Hey team, Polly uit het verleden is er. Oh, hey verleden Polly. Hey verleden Polly. Dus wat gebeurt er hier eigenlijk? Nou, Shani wilde superluchtige kaneelcakejes maken. Ik hou van luchtige cakejes. Is dat zo erg? Dus we hebben een nieuwe uitvinding gemaakt. De luchtoven 2000. Niet zo'n geweldige naam als je het mij vraagt. We hebben geen tijd voor een nieuwe naam, Laila. Ja. Het werd dus te luchtig. Maar goed, wat zei je? Oh ja, ik wilde je even gauw iets vragen. Hoe heb je uiteindelijk Blobby kunnen stoppen om ons voor schut te zetten voor de hele school? Oh, dat. Niet dus. Wat? Weet je nog dat Shani zei dat het je laatste tijdreis zou zijn? Dus je kan niet meer terug naar school om Blobby te stoppen. Maar ik moet wel, anders worden we voor altijd uitgelachen. Wacht even. Hey Laila, weet je nog toen Blobby mij op het podium voor schut zette een paar weken geleden? Niet echt. Ik bedoel, er is ondertussen zoveel gebeurd. Shani, herinner je nog het Blobby billen incident? Ja, een beetje. Polly, ik heb je echt nodig hier. Geloof me, mensen vergeten het gewoon weer. Het komt allemaal wel goed. Dat beloof ik je. Oké. Over avonturen gesproken, ik ga maar weer verder. Oh, en nog iets. Kijk uit voor Blobby's tranenplasje. Huh? Je zal het wel zien. Oké, bedankt mij. Graag gedaan, jij. Laila, kom maar op met die gebakgeleider. En, wist de toekomstige Polly de oplossing?
Een beetje. We moeten maar wachten totdat het voorbij is. Kom op, meiden. We gaan op zoek naar een nieuw avontuur. Oh, kijk uit voor Blobby's tranenplasje. Wow! Het is al goed, Blobby. Niets aan de hand. Kom op, de wetenschap wacht. Dit filmpje moet ik echt voor mezelf houden. Voor mezelf. Kom eraan.